deze dag afsluiten met dankbaarheid. Waar ben je vandaag dankbaar voor? Misschien is het wel dat de zon scheen, of juist dat het heeft geregend en de planten water heeft gegeven. Of misschien ben je dankbaar voor de mensen om je heen, van wie je liefde mag ontvangen. Of juist omdat je liefde mag geven. Misschien ben je dankbaar voor juist wat tijd voor jezelf. Of voor het gevoel dat je vandaag ervaarde. Je mag hier zo klein of groot in denken als je zelf wil. Richt je focus op wat voldoening geeft voor jou. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? En herhaal dit hardop. Of in stilte als je dit prettiger vindt. Waar ben jij vandaag dankbaar voor? Voor welke drie dingen of gebeurtenissen of misschien juist wel gevoelens ben jij vandaag dankbaar? Probeer ook te bedenken waarom je daar dankbaar voor bent. Komt dit misschien omdat je je geliefd voelt? Misschien omdat het je vrolijk maakte? Misschien ervaarde je intense liefde? Ben je juist dankbaar dat je je boosheid mocht uiten van jezelf en van de anderen om je heen? Herhaal welke drie dingen jij vandaag dankbaar voor bent. En ga na per punt waar je dankbaar voor bent vandaag. Wat het maakt dat je daar dankbaar voor bent. Welk gevoel je ervaarde en welke specifieke sensatie je voelt wanneer je er nu aan terugdenkt. En doe het nu ook, in stilte of hardop, voor punt 2 en punt 3. Welke specifieke sensatie voel je wanneer je het nu terugdenkt en waar jij dankbaar voor bent vandaag? Leef bewust, vanuit liefde en positiviteit. Ik wens je een rustige avond en een fijne nachtrust.